Heb je dan ze gegeten? Nee? Jij? Nee. Nee? Lijkt je lekker? En we gingen falafelballetjes maken. Nou, die kinderen hadden natuurlijk nog geen idee wat dat was. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het ook pas sinds een paar jaar. En dan hebben we nog falafelballetjes. Wie weet wat falafel is? En wat dus kikkererwten zijn uiteindelijk. En dat het dus niet erwten van een kikker zijn, maar dat het dus gewoon bonen zijn. Dat vind ik gewoon heel grappig dat ze hier ook heel veel nieuwe dingen leren. Twee mensen die de balletjes door het ei heen gaan halen. En twee mensen die de balletjes gaan paneren. Eén. Twee. En wat ze waarschijnlijk ook heel lekker gaan vinden, en hopelijk nemen ze dat ook mee naar huis, zodat de ouders, waarvan er vandaag al een aantal hier zijn, en de ouders die er niet zijn, dat die dat hopelijk ook, weet je, thuis dit soort dingen gaan maken. Paume, rechtstreeks, Paume, 2-0, Maartje Paume! En op het moment dat je echt, zeg maar, een beetje in dat topsportwereldje ging komen, dan werd je er gewoon op attent gemaakt van wat dan belangrijke voeding was. Maartje Paume! Dat kwam toen eigenlijk omdat ik misschien wel net iets te zwaar was voor topsport toen op dat moment. Omdat ik ook echt op kamers ging wonen, maar ondertussen ook topsport bedreef, zeg maar. En dat werkt dan niet altijd helemaal samen, omdat je dan niet altijd het juiste doet, zeg maar, voor een topsporter op dat moment. Vijf klontjes en vijf paaseitjes. Drie suikers. Ajax. Draaien we ze heel even om met twee lepeltjes. Ja. Dus je mag die hele pan gaan vullen. Ja. Ja? Succes. Nou, dat is gewoon echt 80% goede voeding moet zijn. En ja, je mag echt wel een keer wat eten wat minder goed voor je is. Dus het betekent echt niet dat je nooit meer snoep mag eten of chocola of chips of wat dan ook, iets wat minder goed voor je is. Maar als jij over het algemeen gewoon gezond eet, en dat betekent eigenlijk gewoon dat je dat 9 van de 10 dagen goed doet en 1 dag wat minder, dan is dat echt niet erg.